Er was eens, of beter gezegd, er waren eens. Er waren eens alle sprookjes bij elkaar. Dat is een sprookje, zult u zeggen. Goed, dat is het ook. Maar een sprookje dat bestaat. In Nederland. Bij Kaatsheuvel in Noord-Brabant. Daar ligt het natuurpark De Efteling. Een park dat u zoveel ontspanning biedt, dat u het allemaal nauwelijks in één dag kunt zien. Een zwembad, een roeivijver, een kanovijver, speelweide, restaurant, theehuis, tennisbanen, een uitgebreide speeltuin en het grote sprookjesbos, waar u uren in kunt dwalen en waar u kind kunt zijn met de kinderen. Ja, ja, dat is de lange nek uit het sprookje van de zes dienaars. Hij kan zijn hals zo ver uitrekken dat hij de hele omtrek kan overzien. En daar, dat is het slot waar Doornroosje ligt te slapen. Al 100 jaar. Tja, ga maar gerust kijken. Niemand zou je tegenhouden, want Schildwacht staat ook te slapen. Oh. Kijk, daar ligt ze. Kijk, die kok. Ja, de kok wou juist het koksmaatje een draai om zijn oren geven toen hij in slaap viel. Als je goed luistert, kun je hem horen snurken. Nou is snurken niet zo'n mooi geluid. Laten we liever eens luisteren naar de Chinese nachtegaal. Die zingt zo mooi dat hij de titel Keizerlijke Nachtegaal kreeg. Mooi, hè? En ik hoor liever een nachtegaal dan een papegaai. Hoewel de papegaai in de Efteling ook leuke dingen kan nazeggen. Papegaai? Papegaai? Wat heb je mooie veren? Wat heb je mooie veren? Waarom kun je alleen maar napraten? Omdat ik het laatste woord van hem. Knibbel, knobbel, kneusje. Wie knobbel staat mijn neusje? Nee, dit is de papegaai niet meer. Dit is de heks van Hans en Grietje. Want haar huisje van snoep staat er ook. En als je het hek wil opendoen, komt de heks tevoorschijn. En misschien zie je Hans wel in het varkenshok zitten. En natuurlijk is Roodkapje er ook. Kijk, Roodkapje met een mandje. Ja. Maar niet alleen Roodkapje is er. Ook de rode schoentjes zijn er uit het sprookje van het ijdele meisje. De schoentjes die maar door bleven dansen, of het meisje wilde of niet. Kijk, nog steeds dansen ze hier. Leuk, hè? En dit zijn de rode schoentjes niet meer. Dit is een sprookje uit 1001 Nacht. Het sprookje van de magische klok. Een klok die gemaakt is door een echte tovenaar voor 6 koningszonen. Als de koningszonen op hun trompetten blazen, gaan er ruitertjes rijden en wordt er op de bel geslagen. Maar dat doet slimme Toon die stiekem achter de klok zit. Ach, er is eigenlijk zoveel te zien. Sneeuwwitje en de 7 dwergen. En de kikkerkoning. En de put van vrouw Holle. En dan het paleis van de vliegende fakir die uit een toren tevoorschijn komt, op zijn fluit blaast, zodat de bloemen snel gaan groeien, dan op een tapijt naar de andere toren vliegt, daar weer op zijn fluit blaast, zodat ook daar de bloemen gaan bloeien, en dan weer terugvliegt. Heus, je kunt er uren wandelen in dat sprookjesbos. En het leukste is dat uit alle paddenstoelen muziek klinkt. Oh ja, een mens is maar een mens. Als je daar aan het wandelen bent en je zou even ergens heen moeten waar zelfs de keizer te voet gaat, dan is er altijd wel de een of andere vriendelijke kabouter die je de weg wijst.
clean the boots up.